Hoi, welkom terug op mijn kanaal. Vandaag laat ik jullie mijn zomermust-have zien. De zomer staat natuurlijk bijna voor de deur, alhoewel we al best wel een mooi aantal warme zonnige dagen hebben gehad. Maar officieel begint de zomer natuurlijk bijna. En eigenlijk doe ik dat ieder jaar wel een beetje zomermust-haves. In ieder geval wat ik must-haves vind, want het blijft natuurlijk voor iedereen persoonlijk. Maar ik heb alweer een aantal of best wel veel mooie producten waarvan ik vind dat ze helemaal summerproof zijn. Dus ja, ben je benieuwd naar wat ik jullie allemaal ga laten zien? Dan blijf vooral gezellig kijken. Als eerste begin ik bij SPF voor het gezicht. Ik gebruik echt altijd een aparte SPF voor mijn gezicht en dat doe ik eigenlijk het hele jaar door. En mensen onderschatten dat in 2016 nog steeds en ik heb er al zo vaak over verteld en zo vaak over geschreven. Maar het is zo belangrijk, ook als je jong bent, je kunt er eigenlijk niet vroeg genoeg mee beginnen. Want UV is er gewoon altijd, ook in de winter. Het komt bijna overal doorheen en het richt gewoon heel veel schade aan je huid. En als je dan ouder wordt en je krijgt spijt, dan kan je gewoon niet meer terug. Daar is eigenlijk niks aan te doen om die schade nog een beetje in te perken. Dus het is wel heel belangrijk om een apart product te gebruiken. En waarom niet een SPF die al in een foundation zit of in een dagcreme? Dat komt omdat we daar te weinig van gebruiken. Hè? Foundation doe je op en dat is te weinig om echt optimaal die filter te kunnen garanderen. En datzelfde geldt eigenlijk ook een beetje voor dagcreme. En daarnaast zitten er ook nog vaak bepaalde andere stoffen in, waardoor de filters eigenlijk weer een beetje teniet gedaan worden. Dus een apart product, echt waar, ik kan het niet vaak genoeg zeggen, is gewoon heel belangrijk. Mijn favoriet en echte zomer must-have is deze van Hanna. En het is de Hanna Juvie Protect. En deze heeft een SPF 30. Echt veel hoger moet je ook niet gaan. Want het verschil tussen een 50 en een 30 is eigenlijk maar minimaal. Het is echt niet zo dat je dan, zeg maar, het verschil tussen 30 en 50 is 20. Het is echt maar, ik praat misschien over 1 of 2% meer wat het biedt aan bescherming. Want je haalt natuurlijk nooit optimaal de 50 of nooit optimaal de 30. En het nadeel is vaak met een hogere factor dat mensen geneigd zijn om minder snel te smeren. Waardoor nog steeds die schadelijke UV in je huid kan doordringen. En vaak laat het ook een witte waas achter. Dus houd het gewoon bij factor 30 en smeer eigenlijk gewoon om de 2 uur in. En dat is natuurlijk lastig als je make-up draagt, want dat doe ik zelf ook niet. Hè. Ik smeer het altijd in, 's morgens. Ik doe het echt ook. Dan valt hij. Ik breng hem echt als eerste aan. Eerst een exfoliant, dan de SPF en dan doe ik de rest van mijn dagverzorging. Maar ik kan natuurlijk niet na 2 uur zo over mijn make-up gaan smeren. Nou, daar is ook een handig flesje voor. En dat vind ik dus ook meteen een must-have. En ik zweer hier echt bij. Deze heb ik pas sinds een tijdje geleden ontdekt. Deze is van Koola. Dus een Amerikaans merk. En dit is eigenlijk een make-up setting spray met een SPF 30. En wat is hier nou zo fijn aan? We kennen allemaal wel make-up setting spray om je make-up te fixeren. En wat gebeurt er vaak als het warm is, dan loopt het toch een beetje, smelt het toch een beetje van je huid af vaak. Wordt allemaal niet mooi, gaat glimmen en zo. En daarvoor kan je dus inderdaad een fixing spray gebruiken. Maar deze heeft dus een SPF 30 en hier zitten sowieso heel veel goede stoffen in. Waaronder hyaluronzuur, aloe vera en dat soort dingen. Allemaal wel belangrijke stoffen voor als je met de zon te maken hebt. En het is gewoon handig, want je spreekt hem op je gezicht over je make-up. En dan ben je toch weer beschermd. Ik zal niet zeggen dat het net zo goed is als echt een dikke laag crème aanbrengen. Maar als je dit dan regelmatig doet, dan ben je toch wel beschermd tegen schadelijke SPF. En natuurlijk moet je sowieso nooit de hele dag met je gezicht of met je huid in de zon gaan zitten. Zelfs als je je goed beschermt, is dat natuurlijk nooit goed. Maar dit is echt een aanrader en het matteert ook nog eens echt wel goed je make-up. En ik vind ook wel dat make-up bij warme dagen ook langer blijft zitten. Dus hij doet zeker goed zijn werk. En ik blijf nog even in de SPF, want je lichaam moet je natuurlijk ook goed beschermen. Als je een dagje naar het water gaat of je ligt lekker een dagje in de tuin te chillen of te relaxen in de zon. Of je gaat op vakantie of wat dan ook. En dan is het natuurlijk ook belangrijk dat je je hele lichaam goed beschermt. En wat ik nog steeds de fijnste producten vind en echt wel must-have, vind ik nog steeds de Suncare van Lancaster. Of Lancaster, het is maar net hoe je het wil noemen. En wat zo fijn is, deze beschermt bijvoorbeeld ook tegen infrarood, wat ook weer schadelijk is voor je huid. En je krijgt hier altijd een hele mooie bruine kleur van. En bijvoorbeeld deze olie, deze heeft een SPF 30. Je merkt ook gewoon meteen, het is heel verzorgend voor je lichaam. En die geeft als het ware al een vleugje kleur. Dus dat is wel fijn, dan ben je niet meteen zo heel erg wit als je dat nog bent, als je aan het water ligt. En het wordt gewoon heel mooi bruin met deze. Het is natuurlijk heel belangrijk om je huid goed te verzorgen als je in de zon gelegen hebt, want je huid wordt er toch droog van en ja, krijgt eigenlijk toch wel een beetje een opdonder. Dus het is belangrijk om daarna, 's avonds als je gedoucht bent, gewoon lekker te smeren met een goede aftersun of in ieder geval een goed bodyproduct. Wat goed je huid verzorgt, goed gehydrateerd en het liefste met iets kalmerends zoals aloe vera, bijvoorbeeld komkommer extract. Hyaluronzuur is ook wel een aanrader voor je huid, want dat
ja, houdt goed vocht vast en je huid verliest natuurlijk wel vocht als je in de zon ligt. Welke ik momenteel echt een must-have vind, en die heb ik al eens vaker in favorieten laten zien, dat is deze spray. Dat is niet specifiek een After Sun, maar die kan je daar ook heel goed voor gebruiken. Deze is van Hand Chemistry, dus dit is de Hyaluronic Body Mist. En deze is zo fijn en zo snel, want je spreekt je eigen in, het trekt meteen in, het is een beetje waterachtig. En daarna is het ook echt, het is poef weg. Maar je voelt wel meteen dat het echt zo snel in je huid is getrokken en alles weer mooi, een beetje glad en egaler. En dat het echt wel een hydratatieboost krijgt. En het is gewoon heel fijn in gebruik. Het is dus een handige spray, dus je bent er eigenlijk zo mee klaar. Je hoeft ook niks meer uit te smeren of zo. Ideaal. Dit is trouwens te koop bij Issy Paris. En je haren natuurlijk ook niet geheel onbelangrijk, want het krijgt ook wel een opdonder in de zon. Het wordt droog en als je regelmatig gaat zwemmen of op vakantie bent, het water is daar vaak, zit veel chloor in. Of je gaat in een chloorzwembad, in de zee, al het zout. En natuurlijk de UV erbij, dat is ook allemaal ook niet goed. En heel vaak klagen mensen na de zomer dat ze een bosje touw hebben. Dus verzorg ook je haar goed. En wat bijvoorbeeld een goed iets is voor je haren, is deze spray van het Kruidvat. Dit is de Soleil Sun Protection Hair Protection Spray. En deze beschermt tegen UV, beschermt tegen verkleuren. En daar gaat alweer iets. Echt, het is niet te geloven. Mij vallen alle toppen vandaag. In ieder geval deze dus. En die spray een beetje in je haren. En misschien voelt het wel een beetje vettig aan. Alhoewel ik dat met deze eigenlijk wel mee vind vallen. Ik vind deze echt heel fijn. Maar het scheelt wel. En ik doe altijd wel mijn haren zelf vast. In een knotje of in een staartje of zo. Dat het dan niet allemaal loshangt. Zeker niet als je gaat zwemmen. Maar het is toch wel fijn. Want ja, het is ook zonde van je kleur. Want het wordt allemaal niet zo heel erg mooi als er te veel zon op staat. En blond haar. Het kan zelfs als je te vaak in chloorwater zit. Kan het zelfs in de zon gaan verkleuren. Een beetje zo'n groene gloed krijgen. Mocht dat trouwens gebeuren, dan kun je tomatenketchup in je haar doen. Een tijdje laten intrekken. Dat heft het groene weer op. Maar dat is heel wat anders weer. Maar bescherm het haar gewoon goed. Nou, je zit dus nu even geen dop op. Die heb ik net laten vallen. Dit vind ik een heel fijn haarproduct om mijn haar te verzorgen. Dat doe ik eigenlijk sowieso ook het hele jaar door. Ik ben sowieso al van de haarolies. Deze vind ik gewoon heel erg fijn. En verzorgt ook meteen je droge punten. Deze is van Qi. Dit is de arganolie. En er zit natuurlijk arganolie in. En ik doe er een beetje in na het wassen. Maar kan ook heel goed op droog haar. Meestal als ik mijn haren gefeund en gestaald heb, dan doe ik nog een beetje in de puntjes. En de rest wrijft dan een beetje door mijn haar. Het geeft zo'n mooie glans. Het geeft hydratatie aan je haar. En ja, ik kom iedere keer met hydratatie. Maar het is wel allemaal heel belangrijk natuurlijk. Dus deze, dan kom je nou echt helemaal niet in de zon. Ben je anti-zon en wil je toch dat kleurtje? Dat kan. Dan kun je natuurlijk een zelfbruiner gebruiken. Maar producten die ik zelf echt super fijn vind. En een van mijn holy grails is deze van Sally Hansen. Dit is de Airbrush Lex. Het is eigenlijk een soort make-up voor je lichaam. Je spreekt het erop. Of eigenlijk spreek ik het altijd in mijn handen. En dan ga ik het verdelen. Want dat vind ik zuiniger in gebruik dan sprayen. En je krijgt er een hele, hele mooie egale tint van. Dat heb ik ook volgens mij al, ieder jaar vertel ik dat weer. Maar het is zo'n fijn product. En het is ook tegen water en zo bestand. Dus als je gewoon in het water springt, hoef je niet bang te zijn dat het eraf gaat. Je moet het er echt afwassen, s'avonds met water en zeep. En het is niet alleen maar geschikt voor je benen, want je kan het eigenlijk over je hele lichaam gebruiken. En het geeft zo'n mooi egaal effect. Echt heel mooi. En het fijne is hier ook dat hij ook wel een beetje oneffenheidjes en dat soort dingen verdoezelt. Dus dit is echt een hele, hele grote aanrader. Dan heb ik nog een soortgelijk product. En dat is deze Benefit Hoola Bronzer. En dit werkt eigenlijk een beetje hetzelfde als Sally Hansen. Ik moet zeggen, als ik zou moeten kiezen, vind ik de Sally Hansen het allerfijnst. Het is niet voor niks natuurlijk mijn holy grail. Maar deze is zeker ook niet verkeerd. En ja, de verpakking ziet er natuurlijk wel heerlijk zomers uit. Nou, dit is dus ook zo'n... ja, eigenlijk een bodyproduct wat je opsmeert. En kijk, zit zo. Hier doe je dan het product op. En je kan het natuurlijk ook gewoon met je handen doen als je ze daarna meteen afwas. Je doet het er hier op en je smeert het eigenlijk uit over je benen of over je armen of net waar je het wilt. Het wordt vrij egaal, geen strepen. Echt, dat geeft hij echt niet. Je wordt ook geen wortel, oranje of heel erg nepbruin. En je kunt het ook nog een beetje opbouwen. Hij is echt wel heel mooi. En ook deze die is gewoon bestand tegen water. En die kun je er ook s'avonds wel gewoon weer afwassen met water en zeep. Dus het zijn geen zelfbruiners die eigenlijk blijven zitten. En die pas zichtbaar worden in de loop van de dagen. Maar het is echt een instant tanner. En ja, die geef je meteen een mooie bruine zomerse kleur. Alsof je op vakantie bent geweest. En s'avonds haal je het er gewoon weer zo af. Nou, wat ik ook echt een must-have vind in de zomer is dus een spray. Ik liet net al de spray met SPF zien. Maar gewoon een soort van verfrissende, verzorgende spray. Dat even als het echt heel heet is. Hè, we hebben hier soms wel van die hete dagen. Dat je echt loopt te puffen. En dat het overal gewoon heel warm is. Dan is het wel gewoon lekker om eventjes af en toe je gezicht in te sprayen met iets verkoelends. Ik vind deze daarvoor heel fijn. En deze is van Masada. Dat is geloof ik een Spaans merk.
En dit is thermaalwater en hier zitten damaskusrozen in. Dus deze heeft de geur van rozen. Dat is wel iets waar je van moet houden. Ik vind de geur van rozen altijd heel erg lekker aan producten. Maar ik kan me voorstellen dat niet iedereen daarvan houdt. Hij is wel heel verfrissend. En je kan hem eventueel ook eventjes van tevoren in de koelkast zetten. Dan is hij natuurlijk nog koeler op je gezicht. En het is gewoon lekker eventjes overnevelen. En ja, je gezicht is toch weer opgefrist. Dan heb ik trouwens nog een bodyproduct. Ik was hem toen net vergeten. Ik zie hem hier tussen liggen. En ik dacht, oh ja, die hoorde eigenlijk bij die bruiningsproducten en zo. En dat is deze Body Bling van Scott Barnes in de kleur Platinum. En dit is een body lotion met een super mooi glans. Deze geeft echt de allermooiste glow ever. En je kan hem zelfs in je gezicht gebruiken, want hij is echt al geschikt dus voor gezicht en lichaam. Dit is eigenlijk een soort van highlighter body lotion. En dit is toch wel het jaar van de highlighters en overal glans en zo. Ik laat het ook gewoon eventjes zien. Dit is zo'n mooi product en dit kan je natuurlijk helemaal gebruiken. Maar daar vind ik een beetje te kostbaar voor, want het is maar een kleine tube. Maar je kan hem ook gewoon plaatselijk gebruiken. Dus bijvoorbeeld hier op je schouders als je een bepaalde jurk aan hebt. Of bijvoorbeeld bij je decolleté of op je benen. Of ja, net waar jij extra glans wil hebben. Of wat ik al zei, waar je normaal highlighter aanbrengt. En dit is dan het product. Ik heb een beetje op mijn hand gedaan. En dit is ook een product wat Beyoncé gebruikt als ze op het podium staat. J.Lo, nou nog heel veel celebs meer. En als je dan afvraagt, wat is dan die mooie glow? Die heeft hij echt speciaal daarvoor gemaakt. En hij werkt ook trouwens met sterren zoals J.Lo. En dit geeft dus echt de J.Lo glow. Dit is een geweldig product. Helaas niet in Nederland te koop, maar je kan het wel aankomen via eBay, Amazon en Beauty Bay heeft hem ook altijd verkocht. Wat ik echt de ultieme geuren voor de zomer vind, dat zijn er eigenlijk twee. En dat is Jill Sander Sun. En dan ook natuurlijk gewoon de originele, maar welke ik momenteel heel erg lekker vind is deze, de nieuwste, Jill Sander Sun Shake. En die bestaat dus uit twee laagjes, die moet je dan schudden en dan spray je hem op. En dit is echt een op en top zomergeur en je haalt er ook wel een klein beetje ja, de sun uit, zeg maar. En ja, het is gewoon echt een geur waarvan ik denk dat heel veel vrouwen hem lekker vinden. En het fijne is dat je deze ook gewoon in de zon kan dragen, want als je natuurlijk met parfum in de zon gaat liggen, dan kan je vlekken krijgen. Dan nog een op en top zomergeur. En deze is zo lekker. En dat kan ik wel zien, want de fles is best wel al ver op. Dat is deze van Guerlain. En dit is de Terracotta Le Parfum. En die is uitgebracht toen de Terracotta Bronzer, het paradepaardje van Guerlain, 30 jaar bestond, bracht ze dit parfum uit. Maar het is gewoon nog steeds te koop. Deze kan je ook gewoon in de zon dragen. En dit is ook echt een en al zomer. Moet je een beetje aan vakantie denken. Het is geen frisse geur. Maar toch helemaal zomers. Je ruikt een klein vleugje kokosolie. Een beetje het zonnebrandachtige. Iets poederigs, iets bloemigs. Zalig. Echt heel erg lekker. Nu we toch even in een lekkere luchtje zitten. Een geurkaas mag wat mij betreft ook niet ontbreken in de zomer. Maar in de zomer neig je altijd toch wel eerder naar andere geuren dan in de winter. In de winter wil je toch vaak iets warmers. Hè? Wat ik een heerlijke geurkaas vind is deze van Rituals. En dit is de Ritual of Karma. De laatste nieuwe zomer Limited Edition line, die is er maar tijdelijk. En dit is ook echt zo op en top zomer. En het is gewoon heerlijk om 's avonds, als je lekker buiten zit, die lange zwoele zomeravond, dan hoort er natuurlijk wel een lekkere kaas bij, vind ik. Vind ik ook gewoon gezellig. En het is helemaal lekker natuurlijk als het lekker ruikt. Ik heb bijvoorbeeld hier, hebben wij een veranda. En als ik dan een geurkaas aanmaak, dan ruikt echt die hele veranda de hele avond daarna. Dus dat is wel heel lekker. Deze dus van Rituals. En dan blijf ik nog even bij Rituals, want scrubben is natuurlijk ook heel belangrijk. Zeker als je wat mooier en egaler en toch eerder bruin wilt worden, is het wel belangrijk om goed te scrubben. Weg met al die dode huidcellen en een mooi, zacht, egaal huidje. En dan wordt het gewoon echt het mooiste bruin van. En ja, ik had het net al over de Ritual of Karma. Dat is ook... Deze is ook uit die lijn en dit is dan de body scrub en die ruikt ook, is gewoon ook zomaar in een potje. Het is gewoon lekker om mee te scrubben en er zit ook meteen een olie doorheen, zo'n scrub in olie. Dus je ziet al dat ik hem ook vaak gebruikt heb en dat laat ook meteen een verzorgend laagje achter op je huid. Dus dan hoef je niet expres of apart nog te smeren. Ben je meteen helemaal voorzien en ja, scrubben is sowieso ook in de winter wel belangrijk. Maar ik vind deze echt de ideale zomerscrub. Dan laat ik jullie nog een aantal make-upjes zien die ik helemaal zomerproof vind en echt wel must-haves. Als eerste deze bronzer van Benefit. Dit is een vloeibare matte bronzer. Dit is Do The Hoola. En ik vind het niet echt heel fijn om te gebruiken om echt met een kwast en dan zeg maar als bronzer of als contour. Want hij is mat, dus je kunt hem ook prima gebruiken om te contouren. Dat kan wel. Maar ik vind dan een poederproduct toch fijner. Maar wat ik echt heel fijn vind aan deze is, ik doe nou 1 of 2 pompjes. Die meng ik op mijn hand met mijn foundation. Dat doe ik dan door elkaar met de Beauty Blender of met een foundation kwast. En dat brengt dan aan op mijn gezicht. Geeft gewoon een heel mooi, een beetje een bronst effect. Maar dan alsof je ja, eventjes door de zon gekust bent, zeg maar. Het geeft gewoon een mooi natuurlijk effect. Vaak gebruiken we ook andere foundations in de zomer dan in de winter. En
Ja, ik vind in de zomer toch net iets minder dikke foundation toch wel fijn. Dan heb je natuurlijk de Cushion Foundation, maar ik moet zeggen dat ik daar heel snel toch van ga glimmen. En dat is niet helemaal mijn ding. Wat ik wel heel fijn vind is deze waterige foundation van Dior. En dit is de Nude Air Serum de Tint. En dit is zo'n waterfoundation en ja, die voel je eigenlijk helemaal niet zitten. Denk aan die vloeibare foundation van Armani, daar lijkt die heel erg op. Het is dan met zo'n pipetje en ik weet niet of je het kan zien, maar dan zie je ook dat die heel, heel dun is. Geeft toch een mooie dekking en gaat niet echt glijden of smelten of glimmen in de loop van de dag. En je voelt eigenlijk gewoon niet dat je hem draagt. Als ik een echte must-have bronzer vind, vind ik deze van Chanel. En die pak ik er ook al jaren bij en eigenlijk iedere keer in de zomer. En dat is Soleil Tan de Chanel van Chanel natuurlijk. En dit is zo'n geweldige bronzer. Ik heb hem al een aantal jaar en je ziet, ja, hij gaat ook gewoon eigenlijk helemaal niet op. Je hebt maar zo weinig nodig. Het is wel belangrijk dat je hem goed afdekt, want anders droogt dit uit. Er zit zo'n dekseltje bij, dat kan je hem helemaal mee afsluiten. En dan kan je er gewoon heel lang plezier van hebben. Hij ruikt ook wel heel erg lekker, een beetje vanilleachtig. Maar het geeft ook zo'n mooi effect. En zo is het een beetje een soort crème-achtig. Maar zodra je hem op de huid doet, versmelt hij als een soort poeder helemaal in je huid. Heel mooi. En hij is ook mat, hij wordt ook niet oranje, geeft ook geen strepen, vlekken of wat dan ook. Het is gewoon een heel mooi product. Je kan het gebruiken voor zowel de contouren als de bronzen. Maar je kan hem ook bijvoorbeeld echt in zijn geheel onder je make-up aanbrengen. Dus onder je foundation als een soort van basis. Dat kan natuurlijk ook, is maar net wat je zelf wilt. Maar wat mij betreft een onmisbaar product in de zomer. Wat ik ook altijd heel erg mooi vind in de zomer is een blush met glans. Ik merk gewoon dat ik de matte blushes gewoon vaker in het najaar en in de winter gebruik. En blushes met een mooie, beetje gouden, warme glans, die gebruik ik toch wel heel vaak in de zomer. En dan valt er vaak de zon op en zo, dan geeft het net die mooie glow. Ik vind dit een hele grote must-have. Deze is van Bobbi Brown. Dit is de Shimmer Brick in de kleur Nectar. En ja, die geeft zo'n mooi resultaat op de appeltjes van je wangen. En heeft zo'n mooi glans dat eigenlijk highlighter al overbodig is. En ik weet dat heel veel vrouwen ook zeggen in de zomer, hebben ze allemaal niet zo'n zin om allemaal verschillende producten te gebruiken. Dus dan is dit wel een uitkomst. Ik heb nog twee lipproducten voor degene die dus het allemaal lekker makkelijk willen. En je gaat bijvoorbeeld een dagje naar het water, een dagje naar het strand of een dagje erop uit. En je wil niet allemaal verschillende make-up producten meenemen. Zit in de Estée Lauder Bronze Goddess collectie van dit jaar. Zit een heel handig, eigenlijk komt die drie kleuren, maar een handige multitasker. Dit is de Lip and Cheek Glow. Ik weet niet meer zeker of die zo heet. Lip and Cheek, nog wat. Het is in ieder geval een dubbel product. Hier heb je de lipstick. En hieronder heb je een gloss. En het is, dit is fuchsia, even kijken, fuchsia lights, maar ik vind hem eerder koraal dan echt fuchsia. Maar in ieder geval, het handige is hiervan, je kan dus kiezen om alleen de gloss of alleen de lipstick te dragen, net wat je wilt. De combinatie vind ik heel mooi en de lipstick alleen is ook wel heel mooi. De gloss alleen is een beetje transparant, maar deze kan je dus ook op je wangen gebruiken. Dus als je geen zin hebt om helemaal, helemaal in de make-up, maar je wilt toch een gezonde blos op je wangen, dan kan je dus hier wat stipjes mee zetten, eventjes met je vingers blenden en het is klaar. Beetje op de lippen, eventueel nog een glansje erover met deze en ja, je bent klaar. Dan heb je gewoon eigenlijk maar één product, hoef je niet zo in je tas te graaien en je bent gewoon snel klaar. Dan als allerlaatste, dat is een non-beauty artikel en dacht, dat vind ik ook wel leuk om te laten zien. Nou, zonnebrillen, hè? Ik ben dol op zonnebrillen, ik heb best wel veel zonnebrillen en ik vind het ook leuk om af te wisselen. Het is voor mij ook echt een accessoire, buiten omdat het natuurlijk, hè, hoe groter de bril, hoe beter het toch wel beschermt. Ook voor de rimpeltjes rondom je ogen, hoef je niet de hele tijd zo te knijpen, dus dan ja, dat werkt gewoon beter. Maar zonnebril kies je natuurlijk ook op basis van jouw persoonlijke smaak, hè? Net als met kleding, schoenen, tassen. Dus ja, het is echt ook wel een accessoire, een verlengde van alles wat je draagt. Ik ben echt verzot op de zonnebrillen van Kwai. En die heb ik eigenlijk, ik denk een half jaar geleden, ik ken het merk al wel, maar een half jaar geleden kwam ik in aanraking met mijn eerste zonnebril van Kwai. Inmiddels heb ik er drie. En mijn favoriet ga ik aan jullie laten zien. Het zijn een kwalitatief goede brillen. Ze zijn lekker betaalbaar, want een Kwai zonnebril kost zo tussen de 30 en de 40 en 50 euro eigenlijk. Tegenover als je bijvoorbeeld ziet wat een Ray-Ban kost of wat een Michael Kors kost. Terwijl Michael Kors zonnebrillen kwalitatief echt niet super goed zijn. Ik heb er namelijk ook twee en ik vind ze niet uitblinken. Als je bijvoorbeeld vergelijkt met een Ray-Ban of zo, die zijn kwalitatief vind ik wel erg goed. En Michael Kors vind ik kwalitatief tegenvallen. Het zijn wel mooie brillen verder of zo hoor, maar ja, verder ook niet heel bijzonder. Nou, de brillen van Kwai zijn dus een stuk goedkoper en ze hebben zo'n leuke, hippe, gave modellen. Ze denk ik voor iedereen wel iets tussen.
En wat mijn favoriet nu is, is deze. En dit is de My Girl Pink. Ik heb hier ook al een tijdje geleden een stukje over geschreven. Lekker groot. Ik hou sowieso van grote zonnebrillen. En dit is een beetje, ja, hoe noemen ze zo'n model eigenlijk? Het is niet echt een vlinderbril volgens mij. Cat eye, dacht ik. Ja, toch? Dit is een cat eye. Kijk, hij is spiegelende glazen. Je kunt mijn ogen echt niet zien. Een beetje roze, paars. Soms verandert hij een beetje met bepaald licht van kleur. Ik vind hem echt. Ik draag deze zoveel. En ik krijg ook zoveel complimenten hierover. Mensen vragen: wat is het voor zonnebril? Welk merk is dat? En vaak verwachten ze dan een hele dure. En dan horen ze de prijs. En dan vinden ze het allemaal wel meevallen. Dus deze is echt wel. Ja, ik vind het super brillen. En dit was hem dan. Het was een hele lange video. Ik weet het. Maar er zijn gewoon heel veel producten waarvan ik denk: ja, dit zijn echt de zomer must-haves. Ik hoop toch dat je het leuk vond, dat je leuk gekeken hebt. En vergeet niet een blauw duimpje omhoog te doen. Ik ben ook benieuwd of jij bepaalde producten echt wel zomaar must-haves vindt voor jou. Laat het me weten hieronder in de comments. Of ga even naar mijn website glamouristagirl.nl. Ik wens jullie een hele fijne dag. En natuurlijk tot snel weer in de volgende video. Doeg!